Hallo iedereen. We gaan vandaag beginnen met het eerste deel van een nieuwe steek. We gaan onze steken naar rechts laten lopen zonder hulpmiddel. Dus we gaan gewoon erop losbreien. De volgende steek is dan de steken naar links laten lopen. En dan uiteindelijk gaan we proberen om vakjes te maken. Dus een vakje die zo loopt, een vakje dat zo loopt, enzovoort. Dus, wat hebben we nodig? 2 breinaalden en een beetje wol. Een aantal steken deelbaar door 2. Ik heb er 16 opgezet voor een proeflapje. En ik heb 1 rij averechts gebreid aan de averechtse kant. Dat we aan de goede kant kunnen beginnen met onze patroonsteek. Oké, we doen nog het 1 kant steek. De volgende 2 steken breien we samen. Maar we laten ze niet afglijden van onze naald. Je ziet 1, 2... We breien nogmaals deze steek, de achterste dus. En we laten de steken van de naald glijden. Ik ga het nog een keer doen. We breien 2 steken samen. Maar we laten ze niet afglijden. En de achterste steek, want dit is de achterste steek. De tweede steek zogezegd van de samengebreide steek. Die breien we nog eens en die laten we afglijden. Dus je ziet, draad omslaan, niet afglijden en de steek breien. Ik ga een beetje sneller tot op het einde. En ik moet zien dat ik in beeld blijf. Want ik zit op een andere locatie. Mijn verwarming in mijn hobbykamer heeft het beheven. En het was daar 8 graden. Dus dat was een beetje te koud om daar te zitten. Breien en mijn filmpjes te maken. Ik ben verhuisd naar de keuken. Het is hier een beetje beter. Oké, onze rij is ten einde. De achterkant breien we gewoon volledig averechts. Dus ja, u weet hoe u averechts moet breien ondertussen. Onderaan insteken, omslaan. En geloof me, het is niet zo moeilijk. Eens u het onder de knie hebt, is het aangenaam breien. En het is ook een mooie steek. U kunt ook een volledige pullover breien, enkel met dat effect. Zonder dat u de steken dan naar de andere kant laat kruisen en zo van die toestanden. Oké. We breien onze kantsteek. De eerste steek kunnen we dus niet meer 2 samen breien, want die is verlegd. Dus gaan we die gewoon rechts breien. En de volgende 2 doen we zoals in de eerste rij. En gaan we onze rij af. Dus 2 samen, niet afglijden. De tweede nogmaals breien.
is ook wel mooi voor een sjaal, want het krult dus niet om, deze steek. Maar gewoon, en het is allemaal rechts. Het is hetzelfde als tricot breien, zal ik maar zeggen. Een rij rechts, een rij averechts. Enkel dat we de steken dus opschuiven. Je ziet, ik zal nog eens een rij averechts breien. Ik hoop nu wel dat mijn beeld duidelijk is. En ik zit wel dichter bij mijn camera hier. Dus je ziet, de steken lopen mooi naar rechts. En ik ga jullie laten oefenen. En zoals ik zei, de volgende keer gaan we ze naar links laten lopen. Dus houd die proeflapje bij. En dan gaan we vanaf hier gewoon dezelfde steken naar links laten lopen. Ik ga het mijn ook niet uitrekken. Ik ga het laten voor de volgende video. Oké, dat is het. Kort en bondig. Simpel. We hebben niet veel nodig. Alleen een beetje geduld. Oké, tot de volgende.